Tortow, die heeft een hele aparte ontstaansgeschiedenis. Een jaar of 6 geleden, geloof ik. Toen vroeg Dick Houser, theatermaker, mij of ik een theaterstuk wilde schrijven. Iets met een kok in de oorlog. Wat ik wel een mooi gegeven vond, was die kok die voedt soldaten, die houdt ze in het leven. Waarom? Zodat ze ze vervolgens kunnen laten doodgaan op het slagveld. Ik vond het een heel wrang contrast tussen het voeden en mensen inzetten om ze te laten doden en gedood worden. Ik denk dat je een boek leest waarvan je voelt dat het een soort compost heeft, waarvan je weet dat er ook qua beeld heel veel uit kan gaan groeien. Het is gewoon het boek als geheel, het is gewoon goede grond voor tekeningen. Ludwig vertelt soms tegen het verhaal in, of hij zet er details in die ik niet heb verzonnen, maar die prima passen in het verhaal. Dat heb ik met tekst, kon ik niet met tekst bereiken en dat heeft Ludwig erin gelegd en dat past perfect in het boek. Ik stel mezelf geen doel als ik begin met tekenen. Ik teken en dan voel je of het de tekst eer aan doet. Of tenminste, dat probeer je te doen. En, maar dat zijn zulke intuïtieve dingen. Ja, als het goed voelt. Ik weet, dat is net als met een verliefdheid of zo. Ja. Ja. Ik heb ook al het idee van, je hebt verteld dat je toen je net aan het maken was, je ook vaak 's nachts werkte. Ja. En dat het ook bijna zo'n soort van koorts is waarin je doorgaat en je niet de afstand hebt om te zien wat gebeurt er nou eigenlijk. Nee, dat klopt wel. Je neemt de afstand niet terwijl je aan het tekenen bent. Je zit erop. Dus je bent niet bezig met goed of slecht. Je bent aan het maken. En je voelt wel dat je iets een klein beetje benadert, maar om dat echt in termen van goed of slecht te benoemen, dat zou ik zelf niet doen tijdens het maken. Dat slaat het maken dood of zo.